Yo mensen, groeven van DNBNL met daar een nieuwe video weer. En vandaag ben ik hier met weer een nieuwe reageren video. Ja, jullie houden ervan en ik vind het ook leuk. Maar vandaag is het niet zomaar wat. Normaal gesproken doe ik altijd negatieve dingen. Meestal ben ik gewoon, ik haat alles. Nee, dat is niet waar. Nou, als je kijkt, ik ga vaak lachen omdat mensen fouten maken en zo. Dat soort dingen, weet je wel. Altijd lachen om vrouwenvoetbal en dingen. Terwijl het nergens op slaat. Ik zag laatst deze vrouwenvoetbalclip. Volgens mij was het van Ajax of zo, van AZ. En dat zag er gewoon prima uit. Kijk, het was gewoon prima. Oh mijn god, ja. Oh. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan vandaag kijken naar de mooiste skill moves van het afgelopen jaar. Ik hou enorm van skills, zoals jullie weten. En die speler dacht ik, ga voorgeven. Trackbackie aan door langs de speler. En dit maakt hem niet zo vaak, daar gaat het niet meer om. Helaas worden mijn skills nog niet altijd opgemerkt door iedereen. Dat vind ik jammer. Ja, ik vind dat persoonlijk jammer. Vier zijn leuk, doe zeker een duimpje omhoog. 2500 likes helemaal top zijn. Abonneer op mijn kanaal. Hebben jullie mijn parody al gehoord van 3 dagen terug? Zo niet, ga even checken op mijn kanaal. Hij gaat echt fucking lekker. We hebben al 25.000 likes of zo. Echt bizar. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dat kan hier beneden. Abonneer op het knopje. Ik wil vandaag minimaal 300 abonnees erbij. Dus ben je nog niet geabonneerd? Ja, de klikker. Klik, klik. En we hebben nog niet op belletje gedrukt. Druk op het belletje. En join het team belletje. Want als je dat doet, dan kan het zomaar zijn dat morgenochtend deze video voor je deur ligt. Ik moet zeggen dat die kans niet heel groot is. Maar er is een kans. Klein kansje. Ik zou het er zeker op wagen. Dus druk dat belletje. Blijf op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Dat wil je. Dan krijg je zo'n melding op je telefoon van ping. Koen heeft een nieuwe video upload. En ik ga binnenkort leuke video's maken. Niet dat deze niet leuk zijn. Deze zijn ook leuk, maar nog veel leuker. Laten we maar beginnen. Een fantastische sfeershots. Wat fantastisch leuk. Werelds. Ik geniet hiervan. Ongelooflijk. Wie zit Neymar? Ik moet zeggen dat ik heel veel mensen vinden Neymar overhyped, maar ik vind Neymar echt een hele leuke speler om naar te kijken. Ik ben ook echt fan van skill. Ik vond het ook jammer dat Ronaldo, die heeft vroeger fucking veel skills. Vroeger echt in als 10 jaar geleden. En nu is hij veel meer gefocust op doelpunten maken en zo. Wat natuurlijk logisch is, want je hebt er veel meer aan. Maar wat leuk. Ja, het is ook wel leuk. Ja, oké. Het is eigenlijk wel slim dat hij dat gedaan heeft. Maar dan nog is het niet. Ja. Oh, het is wel goed. Het is ook helemaal meegeëd en zo. Fantastisch. Fantastisch. Dit is een schaar. Dit vind ik dan niet heel werelds, moet ik zeggen. Oké, mooi. Mooie panna van Sancho. Oh, Sancho. Die vind ik dan wel weer overhyped. Maar dat kan ik aan mij liggen. Ja, ik heb een paar wedstrijden van Dortmund gezien. En daarin was hij gewoon kak. Maar hij is natuurlijk nog jong. Dus hij kan natuurlijk hartstikke goed worden. Wie zit trouwens die Xavi Simons, die gast met die krullen, weet je wel. Die is nu naar PSG. En dat vind ik dan wel een rare stap. Dat je van Barcelona naar PSG gaat op je 16. Waarom zou je dat doen? Ik weet niet. Ja, misschien is het wel geld. Maar weet ik veel. Ik heb er nooit wat van gehoord. Dus ik heb geen flauw idee. Dus we zijn zeggen, Koen, jij weet dit? Nee, ik weet het echt niet. Ik weet het gewoon niet. Dames en mensen, ik heb de laatste tijd een beetje nagedacht. En ik denk dat het misschien beter is dat we niet meer constant met z'n allen over. Oh, zit! Gaan roepen, want ja, ik hoor van heel veel mensen dat ook gewoon naar hun groepen wordt die mij kennen. Die mij gewoon kennen, dat daar naartoe OC Toe geroepen wordt. Bijvoorbeeld de coach van Creators FC, Roy, die zat in zijn auto en toen gingen alle mensen OC Toe naar hem roepen. Dus ga daar vooral mee door, mensen. OC Toe neemt de wereld over, mijn grote superheld. Ik heb hem trouwens weer gedm'd van, heb je PlayStation al in Duitsland, zodat we een potje kunnen doen, zodat je no mate, I don't, ja, jammer. Ja, klote tering. Het potje FIFA tegen OC Toe, het gaat komen, geloof me, het gaat gewoon komen. Oké, laten we nou maar op de video gaan letten. Ah, Sven van Beek, wereld. Ongekende maat, Sven, oftewel de Nederlandse Ronaldinho. Wat deed je dan? Een AK, een omgekeerde AK. Met een wereldactie moet ik zeggen, echt goed. Hey Ronaldo, een hakje, ja. Nou, dat is niet heel bijzonder, het was niet eens door zijn benen of zo. Trackbackie aan, door langs de speler. En dit maakt hem niet zo vaak, daar gaat het niet meer om. Jongen, je hebt echt een wereldactie. Hier zit Zaha. Oeh. Hebben jullie ooit een panna gehad, mensen? Ik heb dus ooit tijdens een echte voetbalwedstrijd een panna gekregen. Maar echt zo smerig, zo'n scoopturnpanna die Eriksen ook eens heeft gemaakt. Weer zo'n scoopturn door de benen. Weer Sancho. Jongens, ik neem mijn woorden terug over Sancho. Enorme skiller, fantastische speler. Wereld! Oh, helemaal daarnaast ook. Oh, en hij gaat zo terug. Hij is nog een keer langs. Jezus, 2 keer langs. Wat triest. Weer Ronaldo. Ronaldo heeft toch nog wel de skills, hè. Hij kan het nog wel, maar hij laat gewoon zo weinig zien. Dat vind ik gewoon jammer. Ronaldo gaat gewoon lekker de hele wedstrijd skillen. Je bent toch oud en versleten. Kijk, is niet waar, ik ben niet versleten. Wel oud, hoor. Dan hebben we de Vicinius, de nieuwe. Oh, schaar. Nuttige schaar. Doen we nog één. Nog eentje dan? Dat was gewoon de skill. Een paar scharen. Dan heb je Sancho weer. Moet je die Sancho, die komt er opvallend vaak in voor. Voor hoe niet goed ik hem vind. Hey, Sancho weer. Gast. Oh mijn god, wat smerig dit. Ah, hij was de bal gewoon kwijt, hè, waarschijnlijk. Hij was de bal gewoon kwijt, even serieus. Isco wordt ook echt verpest bij Real. Ik snap dat niet, man. Want soms speelt hij ineens fucking veel en dan weer helemaal niet. Echt raar, dat hij echt goed is. Ik vind Isco echt goed. Misschien wat voor Feyenoord. Ja, ik denk het wel. Oké, dat was een lachen. We gaan kijken naar de 10 meest skillvolle spelers die bestaan. Op 10 staat die Vicinio Junior. Smerig. Smerig. Heerlijk actietje. Heerlijk. Heerlijk. Je geniet ervan. Oh, kleine panna, ook lekker, ook lekker. Je komt een akka. Nee, toch niet. Toch wel akka. Oh, smerig tikje op de beentjes. Ik vind het wel lekker. Ik hoop ook gewoon dat hij bij jou gewoon lekker blijft skillen. Blijf gewoon skillen, dat is leuk om naar te kijken. Oh, smerig. Zet zijn been gewoon in zijn dijbeen neer. Huh? Hoe neem ik die bal mee dan? Op 9 David neer, hè. Skillt hij zoveel, dat valt er best wel mee. Of ben ik nou gek? Deze tegen Feyenoord. Niet uit, oké. Gast, ik wist helemaal niet dat neer zoveel skill. Waar slaat het op? Het is meer dribbelen, toch? Het is meer dribbelen dan skillen dit. Alsnog wel nice, daar niet van. Op 8, Paulo Dybala. Ik moet zeggen, ze komen met aparte spelen. Ik had ook niet van Dybala in het lijstje staan. Maar ja, dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. Dat zijn wel zieke slow-mo shots trouwens. Wel goed. Heerlijk. Heerlijk pannetje. Helemaal niks mis mee.
Nog eentje. Ik moet zeggen dat Dybala is wel een speler die volgens mij echt fucking goed is. Want als ik hem wel zie spelen, is hij wel goed. Maar toch zijn ze bij Juve helemaal niet blij. En zit hij volgens mij ook gewoon op de bank en zo. Zijn ze dan toch niet zo heel goed? Of in ieder geval niet goed genoeg voor Juve. Juve heeft natuurlijk wel een ziek team op dit moment. Op middenveld, na het middenveld van Juve vind ik. Ja, als je zo'n aanval hebt en zo'n verdediging, denk ik van ja, zeker ook het geld in je middenveld, maar dat weigeren ze gewoon. Dit is wel een zieke actie hoor, dit. Ik vind het toch een hele fijne speler om naar te kijken, hier, Dybala. Kan er komen dat ik tering gay ben. Oh, shit, sorry, nee, niet waar. Quaresma op 7. Oh ja, je kan gewoon alleen maar buitenkantjes laten zien. Oeh, smerig. Quaresma is trouwens wel een skillvolle speler, hier ben ik het wel mee eens. Maar dat is echt een speler die doet het. Eén wedstrijd is hij fucking goed en dan weer 5 pakt hij er geen reet van. Oh, die is heel smerig. Oh, hier geniet ik wel van, dit vind ik lekker. Hier kan ik goed naar kijken. Quaresma, legend. Buitenkantje rechts, ik zeg buitenkantje rechts, jongen. Oh, Quaresma. Zo, wereldaanname. Een aanname en een fake Rabona. Dan ben je een hele grote speler. Jongens, zal ik in de volgende KSFC-wedstrijd. Ik moet trouwens eigenlijk nog steeds een Swalma een keer. Hè? Mijn ding is dus, ik speel altijd rechtsback of linksback. En is een Swalma echt lastig in een voetbalwedstrijd. Maar een Rabona daarentegen moet toch wel lukken, zou je zeggen. Oh, smerig dit ook. Ga niet liggen, jongen. Het is veel leuker als je niet gaat liggen. Oh, zieke voorzet. Gewoon een assist. Een Rabona assist. Hij kan nog gewoon niks met links volgens mij. Dan doet hij alles met een Rabona. Dat ook weer triest is op een of andere manier. Zij zijn bij Mbappé. Kylian. Onze Kylian Mbappé. Heeft hij zoveel skills dan? Oh mijn god. Een balrol. 2-6 kills. Oh, kleine fake Rabona. Oh, nog een kleine fake Rabona. En dan komt hij gewoon niet langs. Dus eigenlijk is het gewoon een gefaalde skill move. De kapbeweging. Dit is echt zo'n Mbappé-fan. Mbappé is namelijk helemaal geen skiller, vind ik. Hij mist gewoon de bal. Hier. Hup, mist hij gewoon. Douglas Costa op 5. Oh, hopelijk staat die zieke Akapana tegen wie was het ook alweer? Oh, hij had een zieke Akapana tegen volgens mij ook Bayern. Rekimi of zo. Dat is echt smeren. Ik vind hem wel een echt skillvolle speler. Ik vind hem ook leuk om naar te kijken. Echt zo snel als hij. Dat is echt niet normaal. Hij is echt rap. Maar echt next level rap gewoon. Moet je kijken hoe je tussendoor rent. Oei, AK hier. Ja, dat is wel gewoon een gefaalde AK daarom. Oh, er weer een. Lekker. Oh, even een klein beetje het bos in. Ik had een AK? Nee, jammer. Ik wil AK zien. Zie je die binnen? Wereldgoal. Wereldgoal dit. Dit is een Arjen Robben goal dit. Koek koek. Lekker zeg. Op 4 Isco. Van de meest skillvolle spelers. Oeh, smerige panna. Een kapweer en een panna. Oh. Ja, Isco is wel van die subtiele panna. Die is trouwens, wie zou in de top 3 staan? Ik moet te denken. Als ik dit zie, denk ik dat die Thiago in de top 3 heeft staan. Thiago Alcantara. Ik denk dat die erin staat. En Messi en Ronaldo. Ik denk dat er 3 zijn. Dat hij dat zo ziet. Ik denk dat hij het zo doet. Dat ik Thiago dan wel raar zou vinden. Maar ja, ik zou Isco er ook niet inzetten persoonlijk. Isco ook een fantastische dribbelaar. Maar is het echt een skiller? Nee, vind ik niet. Ik vind Isco wel een fantastische speler trouwens. Dus ze zeggen, Koen, hoe kan je MLP nou overhype vinden? Isco een fantastische speler. Isco is ook overhype. Nee, ben ik niet mee eens. Op nummer 3 hebben we Cristiano Ronaldo, zoals ik dacht. Dat is eigenlijk Thiago. Ik ga hem niet af wie op 2-1 staan. Hij moet Messi toch wel in hebben. Even, dat kan niet anders. Toch? Ronaldo met zijn onnodige skill moves altijd. Ik ga er altijd wel stuk om. Sommige mensen vinden het scheid irritant. Al die scharen en zo. Ja, ik vind het persoonlijk wel lachen. Totaal zinloos natuurlijk. Je hebt er helemaal niks aan. Nou, omhaal. Prachtig. Dit is echt een wereldgoal. Ik vond het echt een wereldgoal. Ik moet zeggen, Ronaldo heeft zoveel skills van in zijn leven. Dan vind ik het een matige compilatie van zijn skills. Met een beetje hakjes en een paar scharen. 2 Messi. Oké. Wie de fuck heeft deze man op 1 staan? Neymar natuurlijk. Koen jongen, what the fuck? Easy Neymar. Wat een vraag. Messi is wel echt goed, hè. Messi is echt fucking goed. Behalve Argentinië, daar kan je er echt geen reet van. Behalve deze ene panna uitdelen. Voor de rest is hij zo slecht voor Argentinië. Hoppa, nog een panna. Lekker. Messi, wereldspeler. Ongelooflijke wereldspeler. Wat mogen wij genieten, jongens, dat we naar zo'n voetballer mogen kijken. Naar Lionel Messi. Ik verbaas me altijd als ik filmpjes kijk voor Ronaldo en Messi, hoe goed ze eigenlijk zijn. Als je ziet hoe fucking veel mensen zij voorbij lopen, dat is echt ongekend gewoon. En zo'n aanname, dat is bizar. Hij loopt gewoon om die speler heen. Dat is waarschijnlijk niet de bedoeling. Maar het is wel precies Messi die het lukt, weet je wel. 3 man nodig om af te stoppen. 1, Neymar. Ik wist het, uiteraard. Neymar doet wel echt skills, hè? Dat is wel echt lachen. Dit is echt bizar. Zo'n sombrero heet het volgens mij. Echt bizar. Werelds. Hou ik van. Daar smik ik dus echt van zo'n skill. Lekker Rabona erachteraan, heerlijk. Pannaatje dan een Rabona. Dan moet ik zeggen dat in de Farmers League van de league ook al kan natuurlijk. Wat een matige league is dat, zeg. Kom, doe wat leuks. Doe dan. Doe even een akka dan. Ik vraag me echt af hoe het zou zijn. Kijk, zeg maar, ik speel dus laatst in de Kuip. Daar komt een video over trouwens, dat wordt echt leuk. En dan speelde ik tegen Boussabon en tegen Slory en zo. En stond als buitenspeler, ik was rechtsback. En dat is echt wel moeilijk te verdedigen. Want die Boussabon heeft best wel techniek. Terwijl, als je hem vroeger zou voetballen, was hij gewoon een decent speler. Niet heel bijzonder. Maar zo'n Neymar, dat kan je gewoon niet verdedigen volgens mij. Als die een skill move doet, dan ben je gewoon weg. Dan ben je gewoon echt weg. Even een kleine panna. Waarom doe je ook je benen open, jongen? Oh, no look voor, zeg je heerlijk. Dit is toch wel smullen. Als ik het zo zie, heb ik echt zoveel zin in een nieuwe Champions League seizoen. Echt ongekend. Aanneem op de rug. Doet ze grote voorbeeld Ronaldo naast hem te zien. Oh, dat is zo ziek. Ik moet ze opwippen. What the fuck. Dit slaat nergens op, maar het is gewoon leuk. Hij doet gewoon wat hij het leuk vindt. Dat is gewoon prachtig, vind ik. Dit aannames. Ik kan ook een bal proberen zo aan te nemen, een hoge bal. Zou ik altijd een keer proberen als ik een hoge bal krijg, of dat ik hem zo aan ga nemen. Ik kan een bal niet eens normaal aannemen. Dat staan zo. Oh mijn god, dat ga ik proberen. Ik ga het echt doen. Want dat is wel de kans dat het lukt. Kijk, Swalma is gewoon moeilijk als rechtsback. Maar zo'n bal aannemen, dat kan wel. Oh, echt goed. Ga ik echt proberen. Ja. Pannaatje. Benen veel te wijd open. Helemaal weg ook die fan. Mensen, dat was hem. Ik moet zeggen, ik ben het eens met de meeste spelers. Dat is niet waar trouwens. Ik had echt wat meer skillers ertussen gedaan. Maar deze man is meer gegaan ook op dribbelen. Dat hij dat ook echt een skill vond. Wat op zich prima is. Dat is zijn mening. Vind ik prima. In ieder geval mensen, vond je deze video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Dat kan hier. Hier zo bij het rondje. Prachtig. Wil je meer van zien? Dan kan. Klik hier of hier. En zie ik je weer bij de volgende video. Ik zal even jou in de volgende keer. Ik zeg doei.
Later. Drag Mickey aan door langs de speler. En dit maakt hem niet zo vaak, daar gaat het niet meer om.